Welkom bij het dagjournaal van de vakbeurs Energie. Vandaag duiken we in de wereld van geld en regels. Komt de energietransitie wel van de grond als men er in Den Haag met het klimaatakkoord niet uitkomt? Ik hoorde u zojuist praten over een enorme ambitie en dat er heel veel werk aan zit te komen. Ondertussen wordt er geruzied in Den Haag. Ik heb het gevoel dat we niet worden aangemoedigd om tot keuzes te komen, maar dat we inmiddels worden ontmoedigd. En dat is heel erg jammer. Als je hier rondloopt, en dat vind ik wel heel erg mooi, en dat is wel de slag die we in de afgelopen 5 jaar in Nederland gemaakt hebben. We staan aan de vooravond van de grote doorbraak. Daar ben ik echt van overtuigd. Kijk naar alles wat hier staat. Het is allemaal duurzaamheid. Niks staat meer in het teken van fossiel. Alles staat in het teken van de toekomst. En dat vind ik wel heel inspirerend. Ik zie zonnepanelen, een computer staan en een klein kastje. Ja, we staan hier vandaag op de beurs met een toestel van Nectar Sun. Die in feite op een heel eenvoudige manier van elektrische energie die in zonnepanelen zit, een warmwaterboiler kan aansturen. Als je nou het Belgisch en het Nederlandse beleid vergelijkt, wat valt je dan op? Ik denk dat in Nederland een serieuze inhaalbeweging aan de gang is. Welke branche kom jij? Uit installatietechniek, luchtbehandeling voornamelijk zelf. Wat vind jij van hoe het er aan toe gaat in Den Haag als het aankomt op energiebeleid? Dat is natuurlijk heel lastig te beantwoorden. Er gebeurt heel veel. Ja, we doen met elkaar ons best. Ik moet wel zeggen, techniek brengt iets. Uiteindelijk gaat het denk ik voornamelijk om hoe wij als mens ons gaan gedragen de komende jaren. Uiteindelijk kunnen we natuurlijk steeds energiezuiniger douchen. Maar een minuutje minder lang scheelt enorm en dan kunnen we met de techniek niet tegenop. De Lego blokjes die je op elkaar kan stapelen. Tot verdiepingshoogte en dan vul je hem af met beton en dat geeft een RC-waarde van 9. Klinkt goed. Ja, zeker. Dat zijn dus allemaal verschillende stukjes hout. Ik zie wel dat er wat van dat verlijmde hout ook bij zit. Ik vind het heel mooi dat je dit stuk dan pakt. Ja. Je hebt heel veel bedrijven waar dit hun restproduct is. Dat ze moeten verwijderen, waar ze kosten over moeten betalen om daarvan af te kunnen komen. Ja. Wat wij hebben ontwikkeld is een ketel waar je dit soort producten ook in kunt verbranden zonder dat je dus extra kosten hebt. Je eigen restproduct is dus je eigen brandstof. Ja. Wat is dit? Dit is Bluedec. Het is een heel dun, hoogwaardig isolatiemateriaal wat we nu ongeveer 10 jaar op de markt hebben. We hebben werelds beste geïsoleerd materiaal. Om de doodvoudige reden dat er wereldwijd geen materiaal is dat dezelfde isolatieprestatie levert bij deze dekte. En hoe zou Den Haag kunnen helpen om de isolatiewereld, de energietransitie te steunen? De overheid is zelf een grote klant voor een belangrijk deel van ons bedrijfsleven. En als zij de gelegenheid zouden hebben, en die hebben ze natuurlijk, om de innovatieve bedrijven een beetje ruggesteun te geven. Door de opdrachten aan die bedrijven te geven. Dus wij gaan de Tweede Kamer renoveren, we gebruiken Bluedec, dat idee? Nou, zeker vanwege het feit dat dat een rijksmonument is, ook een historisch gebouw, zou ik dat buitengewoon op prijs stellen. Ja, misschien hebben ze het gehoord. Het zou fijn zijn. Wat zou jij veranderen als je minister-president was? Het laaghangende fruit is het makkelijkst te winnen. En als ik minister-president was, zou ik daar gewoon echt voor gaan. En er is voor niet heel veel geld enorm veel te besparen. We zien hier heel veel op de beurs heel veel warmtepompen en andere gasloze technieken. Maar er zijn ook bedrijven die wel gas willen gebruiken, maar dat dan op een hele efficiënte manier. De brandstofcel, dus die maakt eigenlijk van aardgas waterstof en daar dan weer elektriciteit en warmte van. Welk beleid zou jij vanuit Den Haag graag willen zien? Ik zou graag willen zien dat er een nuance komt tussen van het gas af en van het gasnet af. Ja, want het gasnet, daar kan ook duurzaam gas, biogas en waterstof doorheen. We gaan zelfs subsidiëren dat mensen van het gasnet afgaan. Wat ons betreft stom is, want je moet dat gasnet, die infrastructuur, moet je niet weggooien. De sleutel is omgedraaid. En je hoort natuurlijk geen motor. Energietransitie is geslaagd! Dit was onze beursimpressie voor vandaag. Je hoort vaak dat Nederland het slechtste jongetje van de klas is op het gebied van duurzaamheid. Nou, als je een paar dagen rondloopt zo hier op de beurs, dan voel je wel dat dat niet lang meer zal duren. Nu nog consistent beleid vanuit Den Haag.